de stad naar een afgelegen dorp, wanneer zij, gelokt door raven en een geheimzinnige stem van een vrouw door het oude stadspoort gaan, veranderen zij in ruiters te paard. Tot hun schrik komen ze erachter dat ze de 5 uitverkorenen zijn. Volgens een oude voorspelling moeten zij de magische stad Ravelijn en haar bewoners bevrijden van een overheerster, graaf Olaf Grafhart. Halina, de gravin, roept via de raven de hulp in van de 5 ruiters. De blinde man Samuel, de leider van het volk en zijn dochter Samira, luiden de noodklok in Ravelijn. Zullen de ruiters op tijd zijn? Ravelijn, waar raven ruiters zullen zijn. Thank you.
mijn master.
niet zo zielig, want die man zit dus dood. Je moet alleen maar gaan. Bij elkaar doen.